Met haarlijke lucht in mijn longen. Oh, zing gewoon niet, maar het is jammer. Plat het verwerkt op het lijf. Ik ben overal te vinden, maar die leuke meisjes zijn. Mij tot even staan. Haarlijke meisjes bovenaan. Hans de Bruin in één woord. Luid. Is dat een goed woord, luid? De liefste man van Haarlem. Neil. Komt er een auto yes, hier? Hans de Bruin in one word. We love him. Ja, that's two words. Is dat in het Engels één woord? Een enorme lul. Gewoon een grote lul. Ook geen één woord. Allemaal, dat echt gaat helemaal een uit. Ding. Hey Hans, we weten toch een fantastische ritselaar al die jaren. Helemaal top. Top, top, toppertje. Geweldige vent. In één woord geweldig. Moet je wat zeggen? Yes. Geweldige vent. De eerlijkheid personified. Geweldige kerel. En kan je? Wij liepen zo op straat, dus moesten we ineens. Belinda is een leuk ouderwets merk. Dat is een ander. Gaat heel leuk. Hans de Bruin in Engeland. Oh shit, ik moet het zeggen. Een hele lieve tent hier. Ja. Imponerend. Lieve schat. Lieve schat. Supermens. Warm, lief. Fantastisch energiek mens. Dit is natuurlijk een complete verrassing voor me. Dat snapt iedereen. Ik sta lichtelijk te trillen op mijn benen. Ik denk dat er geen enkele discussie is dat er ontzettend veel geduwd en getrokken is door jou. Waardoor de kunstpositie die Haarlem heeft extra verstevigd is. En dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Zoals Gerard Reven zou zeggen. Niet onopgemerkt voorbij gegaan. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat met deze vrienden en het stadsbestuur jou een bijzondere erkenning willen geven in de zin van dat we jou de penning van verdiensten van de stad Haarlem gaan geven. Het liefst zou ik nog veel meer doen, maar ik hoop dat het lijf en de geest in ieder geval, die geeft me het wel. Maar mijn lijf laat me een beetje in de steek, maar ja, ik ga er wel mee praten. Hij is het tweetakmotortje van de Haarlemse cultuur. Tweetakmotortjes zijn subtiele motortjes, die tuffen maar door. En die blijven altijd rijden, terwijl een ander duurde voertuig er weer ophoudt. Hé? Hey? Nou, dat is super hoor. Dat kost ook zoveel moeite om dat op te spelen. Godverdomme nou. Denk hè? Zou je naar mij toe kunnen sturen, digitaal? Dat ook? Doorzetter. Zonder hem ken je een hoop dingen niet voor elkaar. Hans de Bruin is een kanjer. Maar jullie kennen hem natuurlijk. Ik heb hem zelf opgepakt. Ja. Mooi hè? Inspirerend, krachtig, leuk. Het is mijn grootste vriend. Een grote schat die het eeuwige leven verdient. Creatieve geest met een praktische inbreng. Heel fijn. Hans de Bruin is er geen één woord voor. Nou. Doei doei! Doei! Zien jullie dan? Ik ben overal te vinden waar die leuke meisjes zijn. Leven mij tot feest bestaan. Haarlemse meisjes bovenaan.